Martsen 521 heeft zijn goedkeuring als KVPS stamboekhengst verkregen na het verkort onderzoek, waar hij een plek verdiende dankzij mooie prestaties in de sport. De 9-jarige zoon van Dries 421 uit een stermerrie van Abe 346 heeft een verwantschapspercentage van 17,2%. Zijn stokmaat is 1,69 meter en hij komt uit merriestam 94. Hij werd geboren bij Fokker Starking, familie De Haan, als Maarten van Starking. In de sport heeft hij het sportelite-predicaat behaald. Hij komt uit in de lichte tour dressuur, is ZZ-mennen en tuigt in de limietklasse. Op 8-jarige leeftijd verdiende hij voor zijn IBOP 80 punten een dubbel A-predicaat. Martsen 521 heeft veel rasuitstraling door zijn edele hoofd, royale behang en sierlijke beleiding. De hengst is evenredig gebouwd, hij heeft een sterke rug en voldoende sterke lendenen. Het kruis heeft een goede ligging en mocht meer lengte hebben. Uit het verkort onderzoek kwam naar voren dat Martsen 521 een plezierige, rustige, ontspannen hengst is op stal en in de dagelijkse omgang. Hij wordt gewaardeerd om zijn werkwilligheid en bewerkbaarheid. Hij stapt vlijtig en actief en heeft in draf takt en afdruk. Hij kan schakelen, komt steeds goed terug op het achterbeen en heeft een mooi voorbeengebruik. Met de galopwissels heeft hij nog wat moeite, maar hij heeft een krachtige galop met een goede sprong. In de fokkerij kan Martsen 521 rasuitstraling, karakter, schakelend vermogen, instelling, werkwilligheid en bewerkbaarheid verbeteren en een bijdrage leveren aan bloedspreiding, waarbij hij vrij is van dragerschap. Martsen 521 is te gebruiken op langgelijnde merries met voldoende stokmaat en een goede kwaliteit beenwerk.